Nou, iets voor 7:30 kregen we een melding dat omstanders één of meerdere schoten hadden gehoord hier in de omgeving van de Broekstraat met de Lijndonk in Moleschot. Nou, er zijn diverse eenheden ter plaatse gegaan en de eerste politieeenheid trof inderdaad een dode man aan hier op de Broekstraat. Die ligt wat in de bossages. Nou, gezien de melding is hij vermoedelijk neergeschoten. En er zijn één of meerdere daders op de vlucht. Ja, de dader of daders die zijn nog voortvluchtig. We gaan natuurlijk onderzoek doen hier of mensen iets gezien of gehoord hebben. Mogelijk is de vluchtauto gezien, want waarschijnlijk is er wel sprake van een vluchtauto natuurlijk hier in het buitengebied. Maar op dit moment heb ik daar nog geen informatie over. Ja.